Astronauts. Nou, ik heb de GPS, leuk. Geen idee waar die opeens heen is, what the fuck. Oh, dit is een ziek liedje, ik weet niet of jullie dat horen. Maar... ja, natuurlijk hoor ik het. Ja, ik kan een ander liedje horen. Licht in the house. Ja, nou, we gaan even verder en... oh fuck. Au. Fucking ijslijn. Oeh, een chest! Een ice chest. Fink, waarom pak jij altijd alle leuke chests? Waterwalking boots. Oh, wauw. Mag ik even kijken? Ik wil hem zien, ik wil hem zien. Ik wil kijken, wacht. Ik wil ook kijken. Ja, je hebt toch... wauw. Oké, mag ik de rest loot of niet? Kijk dan. Ja, wacht even, laat me even checken. Oké, loot maar. Wat? Wauw. Wauw, Yuri. What the fuck? Nice. Oh, mag ik die misschien of niet? Oh nee, laat maar. Geef maar een Kingo. Ja, maar ik heb helemaal geen hele fuck. Ja, jij hebt nog geen boots. Wij hebben allemaal van die red boots. Het is wel verschillende soorten boots aan. Ja, dat kan. Je kan enorm verschillende soorten boots aan. Yuri, mag ik hem? Oh, dank je. Oeh, oh, wauw, die is rood. Die is best vet al. What a wow, kijk boots. Wat hier allemaal is. Huh? Oh. Hé, hey, het is trouwens donker, dus zullen we vechten tegen de Eiffeltoren, jongens? Zullen we daar eerst daarboven? Even een platter ding voor zoeken? Dat is daarboven misschien. Oh, wat fuck doe ik? Deze zombie heeft zo'n hoed aan, weet je wel? Wat? Zo'n sweater. Ja, hier zo ook, hele lading. Fucking lomp. Oké, waar gaan we eigenlijk vechten? Gewoon hier zo. Iets verder denk ik, iets verder nog. Kijk hier is het een beetje plat. Dat is makkelijk. Kut oog, kut oog. Zo. Hé, dan zeggen we toch ook niet tegen de eye, of wel? Kut eye. Wacht, ik ga wel eens even... hey, je verlicht hier de boel, dit is wel een mooie plek. Even de boel verlichten, zodat iedereen alles goed ziet. Wat? Oh, dat is Crimson. Crimson, ja. Dit is ice crimson. Ja, kom, spannen. Ja, oké. Okay. Even wachten. Ja, laat die dingen maar even zetten, jongens. We gaan gewoon vechten. Oké, okay, jongens. De eerste het is keer. Tijd de Eye of onze eerste bos. Ik heb niet eens een range wapen meer. Dat zei oh, kom hier, je kom nog. Hier, we gingen hem bevechten. Kom hier. Ik heb throwing knives voor jou. Ik had nog gezegd, Yuri, neem eens mee om te gaan vechten. Nou, daar gaan we, jongens. 3, 2, 1. Let's go. Wat drop ik ze nou? Kijk hoe je hebt ze gepakt. Ja, oh. Wat? Echt niet? Ik heb ze helemaal niet. Wie is er dan? Weet ik niet, maar. Oké, okay, jongens, ik heb ze weer opgepakt. I have Cthulhu, jongens. I have Cthulhu. Hier liggen ze, Vink, ze liggen achter jou. Nee, nu niet meer. Ik heb ze. Kill ook even al die zombies of zo. Ja, ik wou net zeggen, fucking floten. Oké. Nou, dit moet niet te moeilijk zijn, hopelijk. Hoeveel levens had hij nou, die gozer? 2,5. Hij heeft veel minder. 2,5, wat? 2,500. 2,8. Oh ja, 2,8. Oh, een paar zo. Kut. Oké, kill hem. Als het goed is, drop deze nu in plaats van Demonite ook iets anders. Echt joh? Crimson. Ja, Crimson, ja, als Crimson Orb. En dan kan je zo'n ziek wapen mee maken, hè. Oh. Oh fuck, pas op, face monster, jongens. Ik weet het. Ja, ik ben nu weer bijna dood. Ga alsjeblieft uit. Poison. Ja, weet ik. Ja, potion, maar dan moet ik zo doen. Fucker, zie ik daar zo. Oké. Nog. Oh, kom op, ga weg jij. Focus niet op mij, man. Focus niet op mij, tipje. Oké, ik heb wat. Ja, hij focust op mij of op Yuri. Op mij dus. Oh, daar gaat hij, jongens. Schiet op, want nu heeft hij minder defense. We moeten hem snel killen. Auw. Kom op mij, ga weg. Hij is het zwakst, jongens. Oké, nu niet. Oké, mooi. We hebben hem bijna, jongens. Ik ben bijna dood. En hij is op mij. Hij is op nu op Yuri. Kom op. Yeah. Yes! Oh, ik heb het. Nice. Crimson. Oh, wow, we hebben een trophy. Wat? Oh ja, we hebben een trophy. Een Eye of Cthulhu trophy. Jongens, als je tegenwoordig bossen fight in Terraria... dan heb je een 10% kans, als je een boss killt, dat je een trofee krijgt. En die trofee is gewoon als teken van, ik heb deze boss gepoond. Dat is echt zo ziek, hè. Dus dat is trouwens ook iets wat ik wil doen, van elke boss een trofee verzamelen. Dat is echt iets wat ik wil. Gewoon een trofee room. Jongens, nu kunnen wij een nightmare pickaxe maken. Nee, gaat dat niet. Dan hebben we nog hebben we speciale dingen nodig die alleen maar door de Brain of Cthulhu droppen. Dus. Echt? Kan er nu niet meer? Hm? Kan er nu niet meer? Dat kan dus met je Demonite, of niet?
Nee, je hebt nu andere pickaxes, hè? Oh ja, omdat wij geen corruptie hadden. Ah, dat is ook een... Die is veel vetter. Ja, maar als je corruption hebt, dan heb je toch eigenlijk wel Oké, ik wil even... Nightmare pickaxe. Can go? Ja, maar nu niet. Ja, dan nog wel. Oké. Okay. Volgens mij lopen we niet goed, hè, maar ik weet niet. Ik ben even aan het checken, want waar gaan we eigenlijk heen? We stormen gewoon een beetje naar beneden. Ja, inderdaad. We gaan gewoon minen rennen. Hier zit nog meer crimson. Oké, maar we moeten zo meteen wel even stoppen, want dan zijn we precies anderhalf uur bezig ongeveer. Ja, oké, jongens, wacht. Beter gaan we dan nu terug of zo. Ik weet niet. Nee, wacht, laat maar. We gaan gewoon door. We gaan minen tot we dood zijn. Dat is gewoon wat we nu nog even gaan doen. Ja, maar dat kan echt nog wel lang duren. Jongens. Oké, dat kan niet zo lang meer duren als ik het zo zie. Dit gaat lang duren. Niet te lang meer. Oh, crap. Nee, wacht, we gaan wel de rooi in, hè. Tommy. Oh, sorry guys. Ik was een beetje afgeleid. Dit is Crimson. Hier komt daar echt fucking veel. Dus dit is de underground Crimson, jongens. En dit is zo kut. Ja. Ah! Oh, wat is dat daar? Er zit hier een hart. Oh, wow, nice. Oeh, ik wil de chest kijken, Ja, niks zeggen, Jori, niks zeggen. Gewoon, laat ons allemaal kijken. Okay, boom! Tommy in de weg. Wow, die mag je hebben, dat heb ik gezegd, hè. Oh, dat heb ik nice. Gezegd, hè. De volgende mag je hebben, dus vandaag. Alsjeblieft. Hey, ik heb een platinum chandelier. En ik heb een gold chill. Chandelier. Wat zit er nog meer in, Jori? Maar ik heb niet... Oh ja, dit geluid is trouwens ook creepy, hè, dit geluid. Ja, inderdaad. Ja, Delano, jij hebt trouwens Een hart. Oké. Kom jullie? Oh, waarom gaan jullie langs? Kom, we gaan hier naar beneden. Hey, trouwens, zie trouwens deze potten, jongens. What the fuck? Oké, maar ik heb dus een ice boomerang. Ja, ik had gezegd de volgende boomerang mag jij hebben, dus vandaag. Zit hier nog een hard crystal? Wow. En zie, dit is geen hard crystal, dit is legit een hard hier. Oh, en er komt zo'n ding. What the fuck doet dat? Doet de hart net zoiets als die ja, orbs? Ja, dat zijn de shadow orbs van hier zit een hart. Oké, die heb ik wel nodig, kerels. Want ik heb pas 140. Oh fuck. Ik ga hier even gewoon een beetje in, jongens. Een beetje de boel verlicht hier, want dit is best een goede... Zo'n battle area, volgens mij. Oeh, een golden chest. Een golden chest, oké. Wat zit erin? Weer niks zeggen, jongens. Tot... Nou, die ene wil ik eigenlijk wel hebben, die voorste. Even kijken. Lucky dingen, ja, is goed. En ik pak alleen even het geld, want ik ben een gatbol. Oké. Even zien wat... Oh, hier kunnen we zo mollen hier. Ding. Kijk. Jongens. Pak de toortjes. Jongens, ik ga dit hard mollen, jongens. Kom eens, kijken. Want... Oké. Oh, wacht. Is het een hamer? Ik zou het niet doen. Oké. Oh, wat heb ik op... A horrible chill goes down your spine. Wat kreeg je? Oh... What the fuck, dit ding ziet er cool uit. Wat? Ik heb The Undertaker. Dam. Wat is dat? Dam. Hou je back. Dit is zo cool. Dit ziet er fucking vet uit. Wat? Ik heb eindelijk een beetje goede wapens. Ja. Dus, zullen we hem ook gewoon ponen? Thans proberen. Gewoon drie van die hardscoe kapot maken. Dat gaat denk ik niet lukken. Ik denk dat we dat beter kunnen bewaren tot de volgende episode, jongens. Want dat maar ik kan wel die tweede bullet. Ja, oké. Okay, hier is ook wel bij. Maar dan moeten we wel met z'n allen erbij staan. Ja. Dan moet je met... Ja, maar nu. Ik heb hem. Ik heb een panic necklace. Increase movement speed after being stuck. Tommy, mag ik... Truck. Oh ja, die ken ik inderdaad. Als je dan dus graag wordt een enemy, dan kan je sneller rennen. Hoe de fuck? Kom ik hier nu uit? Ik zit erin. Ja, oh. Je bent fucked, Tommy. Nee, je kan er zo uitschieten. Nee, dit is echt fucking kut. Kijk dan. Ja, dat kan wel. Dat lukt er niet. Oh, wauw, dat is wel kut. Probeer dan ter linkerkant te schieten. Ik zou dan gewoon uitloggen ofzo. Ik ga proberen een beetje... Undertaker tijd. Nee, wacht. Ik heb misschien... Ik heb een granaat. Granaat doet geen block damage. Ik heb een bom. Ja, kijk, dan is het wel. Dat kan. Ja, doe maar. Maar dan moet je niet doodgaan. Oh. Wat een mooi gemikte bom, Jori. Jezus. Wauw. Oké, nou, ik wil een klein beetje verder kijken hier, want dit is jongens de Crimson, het ziet er echt zo... Vink, jij wilde hem hebben, toch? Vraag uit. Ja, dat is goed. Oh, als ik niet doe. Oh, kut. Yep. Oké, Icebow dan werkt nog enigszins goed voor die Bloodcrawlers. En ja, trouwens, op deze manier kunnen we van dat Vertebrae krijgen, hè? Van dat wat, hè? Van die stukken bot, van die kom, beesten. Kom, we gaan hierheen.
B, oké. Okay. Kijk, hier zitten nog, twee van die dingen. Maar die laten we dan open, zeg maar, voor de volgende keer. Tuurlijk. Ja, die doen we voor de volgende keer. Ja, want dat is denk ik wel iets wat we de volgende keer kunnen doen. Ja, maar als we heel veel shurikens hebben, en best wel wat nice... Ik weet het niet, nee. Deze bos is een heel stuk moeilijker volgens mij, als ik het goed heb. Deze bos is... Deze heeft hele nieuwe mechanics, hè. En het is helemaal geen worm, maar het is echt iets compleet nieuws. Oh. Ik dacht, ik moet het vergelijken met corruptions. Ja, dat dacht ik ook. De Brain of Cthulhu is echt... Ik kan hem eigenlijk wel verslaan zo snel mogelijk natuurlijk, maar... Ja, oké. Okay. Jongens, we kunnen het proberen. Als we hem verslaan is het mooi, en als we het niet verslaan, hebben we hem tenminste gezien. Dus... Ja, en dan zullen we daarna stoppen? Als we hem niet verslaan? Okay, en als we hem wel verslaan, stoppen ook. Ik wil nu wel de loot. Oké. Nou, we verdeelden gewoon de loot. Ja, maar er is zoveel meer. Nee, maar ik bedoel van die dingen. Van die hart. Oh, ja, is goed. Oké, maar kan er iemand bij? Want heeft iemand nog bommen? Ik heb bommen. Oké, Juri, kom hier dan. Dan gaan we deze doen, want hier kunnen we denk ik het beste weglopen. Want Juri had die andere namelijk gehad. Zal ik even... Ik had bommen. Ja, mooi. Heb ik bommen? Ik heb twee bommen. Oh, chill. Wacht, Peter, gaan we dan even voor een andere. Hier kunnen we makkelijker bij deze. Deze hier. Oké. Wacht even. Ik wil het oppakken. Ik heb er eentje geplaatst, pas op jongens. Oké, ja, ik heb ze. Dan, voor jou. Wacht, even hier. Ik had er 24. Ik heb er nog eentje. Oh, moet ik wel. Oh, ik heb er 12. Ah, kut. Ik heb er 12. Neem hem dan zomaar even goed hier zo. Godverdomme. Hallo, even. Jongens, even. Kom maar even uit. Oh, oké. Okay. Oké, gooi daar maar in. Wacht, pas op. Nog niet gooien. Ik heb geen pickaxe. Sorry. Oké. Wacht, ik maak eventjes even een gebied waar we over kunnen lopen, jongens. Wacht even. Maar dan kunnen we hier toch best. Oh, laat maar. Ja, oké, is goed. Oké, ik maak een pot. Oké, ik heb Crimson Rod. What the fuck is a Crimson Rod? Daar gaat, daar is die! What the fuck is dit? Fuck, dat ding! What? Nee, dat ding is OP! What the fuck? We kunnen hem ook geen schade doen. Hij heeft geen leven. Nee, we kunnen hem geen schade doen. We moeten al die kleine balletjes maken. Dat denk ik ook. Al die... Hoe heet die dingen? Creepers. Ja, al die creepertjes moeten we... Creepers. Ja, lol. Oké. Nou ja, oké. What the fuck? Oké. Als ons dit lukt, hè, dan zijn we zwaar OP. Ik ben bijna dood. Dan hebben we... Ja, ik ben ook bijna dood. Dit gaat nooit lukken. Nou, ik weet niet hoor, want... Oh fuck, waarom ging het zo snel weg? Oh, ik ben in één keer weer fucking levend. Ja jongens, pak niet alle levens, ik ben bijna dood. Sorry, ik zou nu proberen om de levens niet te pakken. Daar, pak! Oké, ik heb het. Hé, we hebben tissue samples. Oh, dat zijn die dingen die we nodig hebben. Die tissue samples, volgens mij. Dat waren die speciale dingen van die Brain of... Oh fuck, jongens. We kunnen hem hitten! Ja, 1000 levens, we kunnen hem! Oh fuck, dat ding is... Wat? Stop. Oké, hou hem tegen, jongens. Oh fuck! Ik sta vast! Nee. Oh, jezus. Ik heb kunnen hier. Oh, jezus. Ik sta gewoon vast. Ik zit vast! Ik zit vast! Ik zit er ook niet vast. Nee, ik zit er niet vast. Pak hem! Hij heeft denk ik nog maar een paar duizend, paar honderd levens. Nee! Nee hoor, we waren nog lang niet klaar hoor. Hij heeft nog een paar honderd levens. Ja, van de paar honderd dat hij in totaal heeft. Hij heeft maar 1000 in totaal en hij had nog iets van 700. Nee, ja, hij had eigenlijk nog maar 200 of zo. Nee, dat heb je fout gezien. Ik had echt dat balkje. Ja, maar dat balkje, dat was nog, hoe heet het, groen, man. Dus, Maar waarom ben ik bij? Maar jongens, dat was Brain of Cthulhu. En als het goed is, ja, ik heb al van die tissue samples. Kan ik nu iets maken? Ja, ik heb ook tissue samples. Ik heb een Crimson Rod. Moet je kijken hoe fucking ziek dat eruit ziet. Ik kan er niks mee. What the fuck? Kom eens hier, gas naar buiten, schiet eens hier. Het is een magic, magic damage. Ja, maar schiet eens, kom eens naar buiten. Schiet eens hier naar boven. Het regent. What the fuck? Die kreeg ik uit dat ding, weet je wel? Ja. Uit die orb. Dat kunnen we gewoon gebruiken om onze deuren te beschermen. Inderdaad. Wow. Oh, ze leven niet lang. Wat was er? Die hitte echo 12 of zo, hè? Wat is dit voor fucking coole shit? Ik heb een Crimtane Ore. Jongens, ik kan een paar
Crimson shit maken, dan wil je niet weten hoe vet hij eruit ziet. Waar is de guide? Oh, daar. Ik kan... Een Blood Butcher. Een Deathbring Pickaxe. Een Meat Grinder. Hoe kan jij dat maken? Een meatball. Omdat ik van die tissue samples heb en ik had nog van... Ik heb 16 tissue samples. Ja, en ik heb ook Crimson Knight Bars. Die heb ik net gemaakt van die Ive Cthulhu loot. Oh, die heb ik ook. Wacht even. Ik ga een Deathbringer pickaxe maken, want dat is hetgeen die we nodig hebben. Probeer er twee te maken als je kan. Ik zou er eigenlijk ook wel graag eentje willen. Hier, ik heb nog wat tissues. Nee, ik kan hem één maken. En ik heb deze nog voor je. En ik heb dit nog voor je. Ik kan hem ook maken. En dit nog. Oh, kan je er ook eentje maken? Ja, maar dat is ook echt één. Dat is echt alles. Ah, damn it. Ja, ik kan er ook maar één maken. Wacht, Yuri, maak jij dan zo'n Deathbringer? Dan maak ik zo'n wapen zo. Ah, dan heb ik er ook één. Oh, nee, wacht. We maken gewoon allebei zo'n pickaxe. Oké. Wauw, een godly. Oké, guys, maar dan wil ik wel afspreken dat de volgende record sessie de eentje van mij gaan halen. Ja, natuurlijk. Ja? Ja, hé, maar Tommy, kijk hoe die eruit ziet. En die van mij is godly, hè, dus. Deze nou, maar ik heb dit. Wauw. Ja, oké, dat is ook baas, dus. Wat doe je nou? Oké, maar jongens, en ik heb niet te vergeten, ik heb dit. Huh? Ja, en ik heb niet te vergeten dit. Super vet ding. Dit hebben we. En natuurlijk, jongens, wacht. Dit is wel hetgeen wat we hebben verdiend. Ik heb ook dit. Jongens, kijk hier eens. Daar. Wow, wat is dat? Dat is een trophy voor de Ive Cthulhu. Dus dat is zo'n tand van de... Dat is ziek. Weet ik. En die heeft elke boss dus. Oké, maar jongens. What dit was het dus voor deze keer. Woehoe. Kom, we gaan afsluiten. Bedankt voor het kijken allemaal. Keer. We hebben dus enorm veel vette nieuwe shit erbij. We hebben de Crimson. We hebben de Brain of Cthulhu net niet kunnen verslaan. Nou, eigenlijk gewoon niet. Dat is nog best wel sterk. Weet maar we je hebben waarom dat kwam? Dus, omdat ik geen poisons had. Ja, dus dat gaan we de volgende keer doen. Dan gaan we even wat beter armor doen. Of in ieder geval potions inderdaad. En dan met shurkers en alles. Dat was gewoon echt een heel kut dingetje. En dit is... We hebben echt een paar fucking vette power-ups gekregen. Zoals Angry... Climbing Claws en Waterwalking Boots en zo. Dus ja, in ieder geval allemaal vet, enorm bedankt voor het kijken. Geef de video natuurlijk een groen duimpje. Abonneer even op Vink. Abonneer even op Kingo. En dan... Abonneer even op Tommy. En dan zie ik jullie in de volgende episode, jongens. Checken we jullie later. Doei! Bye bye.